Ik kan dat niet iets harder, jongen. Kun je echt niet meer dan dat? Kun je echt niet meer dan dat? Dat is wel echt de keukenkant van wat ik nu zie. Dag, meneer Veldwijk. Goedemiddag. Ja, en ik zie het al. Het is helemaal onherkenbaar. Er staat geen naam. Ik denk dat het een bewustie is. Dat is een bewustie, ja. Maar je hebt de bel wel gevonden. Hij doet het nu. Het was even druk. Heb je dan wel eens dat mensen zo... Ja, dan als kinderen aan de deur, ja. En dan? Ja. Net zoals jij. Die gaan vragen stellen. Ja, maar ik ben de verveeldste. Mag ik even binnenkomen? Altijd. Dankjewel, Lars. Nou, Lars, dit is niet... Het huis wat je van menig tweede divisie voetballer verwacht. Ja, dit is ons huis. En wat ik me dan toch afvraag, Lars, is... Ja, je hebt ook gewoon een prachtige keuken. Ja. Volledig gesponsord door Keukenkampioen, zul je dan langzaam denken? Helaas niet. Ik kocht mijn huis, dit huis hebben we gekocht in juni. En deze keuken zat er al in. Dus als ik ooit een nieuwe keuken of badkamer nodig heb, dan ga ik zo aanspreken. Ja, ik wil net zeggen, als je dan in zo'n naam van de competitie moet spelen... Dan... Mag ik er ook wel even wat aan hebben? Ja, dan moeten we er maar gebruik van maken, toch? Ja, want hè, het is geen geheim. Je woont hier samen met Monica Geus. Is het dan jouw huis, haar huis, volledig voor jullie samen? Volledig samen, 50-50. En twee kinderen, eentje had je al en eentje hebben jullie samen? Ja, klopt. Ik heb een zoontje van 3,5 en een dochtertje van 6 maanden. Dus... Ja, je kan een plekje uitkiezen. Ja, wat een ding van een bank, of niet? Is ja, dat iets van, wou jij dat graag, of Monica, zo'n geweldige bank? Ja, ik. Dit is toch ideaal, als je gasten over de vloer hebt. Ja, dan kan de hele familie kan op de bank. Dan kan de hele familie lekker op de bank. Wat me ook opviel. Als je ruzie hebt, dan kan eentje in die hoek, de ander in die hoek. Ja, komt dat, hebben jullie wel strammeland? Ja, wie niet? Iedereen. Ja, want hoe was dat eigenlijk op een gegeven moment? Je zijn al een paar jaar samen. Maar je wist natuurlijk, toen jullie samen gingen, van ja, dat gaat een rol spelen in jouw carrière. Daar gaan mensen het over hebben. Nou, heel eerlijk gezegd, aan het begin wist ik dat niet echt. Omdat ik zat helemaal niet in de YouTube-wereld. Aan het begin heb ik daar ook wel wat dingetjes door gekregen, zeg maar. Ja, je vroeg mij zelfs, toen ik ook al zag je die plopkap, waar is dit eigenlijk voor? Jij bent er helemaal niet zo mee bezig met het internet en zo, hè? Nee, ik ben nu klink ik heel oud en ouderwets eigenlijk. Maar ik ben er niet heel veel mee bezig. En aan het begin moest ik daar wel heel erg aan wennen. Alleen, als ik thuis ben, ik ben altijd mezelf. Met voetbal ook en ook op de vlogs. Dus ja, als ik chagrijnig ben, dan ga ik niet opeens leuk doen omdat er een camera bij is. Maar moet ik me nou voorstellen dat het wel eens gebeurt dat jij thuis komt op spottas in de gang en je loopt omhoog en dan komt zij eraan, oh, we zijn aan het vloggen. Nee, zo niet. Dus, nu is het ook wel anders, want nu vloggen ze iedere week, zeg maar, komt er één keer een video online. En eerst was het elke dag, dus dan moet je ook wel verplicht meer filmen. En nu als ik chagrijnig ben, dan is het slim genoeg om even de camera niet te pakken. Ja. En ik had eigenlijk verwacht. Zo, nu de transferperiode nog open is, die heeft laatst geen tijd voor ons, die is bezig met andere clubs. Je doet hartstikke lekker bij Sparta. Ja, gelukkig gaat het weer goed. Er zijn eredivisieclubs die zijn op zoek naar een spits. Hoe vaak is jouw telefoon al gegaan? Die van mij gelukkig niet vaak, alleen die van mijn zaakbenemer gelukkig wel. Er is weer interesse, mensen zien... Lars is wel hot. Mensen zien weer de positieve Lars en een andere die er afgelopen seizoen stond. En, ja, daar ben ik heel blij mee en ook wel bewust voor Sparta gekozen, omdat ik mag daar mezelf zijn. Mag je dat bij Groningen niet dan? Nou, aan het begin wel. Alleen als het slecht gaat, is het gewoon heel makkelijk om te zeggen van ja, hij is de vriend van en hij is te veel met andere dingen bezig. Was jij lastig? Op een gegeven moment word ik wel lastig. Maar als je tegen mij lastig gaat zijn, dan kan je dat ook terugverwachten. Hè, want dan kom je, ik vind je hele ingetogen en hele rustige jongen. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat jij heel lastig bent, maar wat was je dan lastig? Hoe moet ik me dat dan voor me zien? Ja, op een gegeven moment... Kom je daar niet opdagen? Nee, je moet wel. Je moet. Alleen, ja, anders betalen ze je niet. Anders krijg je boetes en die heb ik genoeg gehad bij Groningen. Ja? Alleen, weet je, ik wil er eigenlijk ook geen eens meer te veel over zeggen. Alleen op een gegeven moment, ja, weet je, dan... Als je elke dag naar je baas moet, en op dat moment was dat Ernst Faber, en ja, je hebt gewoon echt geen klik en je ligt elkaar totaal niet, dan wordt het gewoon heel lastig. Ja. Ja, want je best wel zien dat je eredivisiewaardig bent. En nu zul je denken dat jij
op je leeftijd een beetje op je top van je kunnen moet zijn. Maar zit je wel in de keukenkampioendivisie? Ja, helaas wel. En ja, ik tekende voor 3 jaar bij Groningen. En toen spraken we uit van 1-2 jaar Groningen. En dan hopelijk maak je er daar ook 15, net zoals je bij Zwolle deed. En dan gaan we je verkopen. En ja, ga je naar het buitenland, ja, echte geld. Helaas is dat na 1 jaar is dat helemaal verkeerd gegaan. En heb ik een stapje terug moeten doen. En toch, ik ben hier, ik wil je toch nog iets laten zien. Er wordt altijd veel over je gezegd. En nu He, ik ben van Veronica. Wat vind je eigenlijk van het programma Veronica Insight? Ja, heel eerlijk gezegd, je hebt het net al aangegeven, ik ben helemaal niet van de televisie en dingen. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, het is het programma met Johan Derksen, geloof ik. Ja, ja, die heb ik nog in 1 keer gezien op Veronica. Hey, over vloggen gesproken, heb je dat meegekregen van Lars Veldwijk? Die is nu, zijn ze bij Groningen heel boos over. Ja, maar dat, kijk, mooi luister, die jongen die is in dienst bij Groningen, die wordt betaald door Groningen. Ja. En het is vrij ongebruikelijk dat je in een auto, terwijl je naast je vrouw zit, je lullen de broek haalt en dat laat filmen. Ja. Nou, doet zij, Monica Geuze doet de hele tijd vlogs op. Ja, maar kijk, die hele Lars Veldwijk, die staat er al ter discussie. En die vindt die Monica interessanter dan FC Groningen. Als ik Monica nu zie, begrijp ik dat wel een beetje. Maar, hebben we wel gelijk in, hè? Ik wou dit zeggen. Kijk, bij Groningen presteert... Als hij uitermate ontstemd heeft. Hij presteert niks bij Groningen. Nou, de context is nu wel duidelijk. Ja. Ja, op een gegeven moment kan ik ook lastig worden. En dit heeft niks met lastig te maken. Alleen, hier was mijn situatie bij Groningen al niet meer te redden. Dit was geloof ik in maart. Toen zat ik al een maand bij de beloftes. En er waren al 4-5 incidenten voorafgaand geweest. En dit is wel de druppel geweest dat ik uiteindelijk weg moest. Dat filmpje? Ja. Die vlog? Ja. Ik kon het niet vinden. Ik heb dat thuis wel even gezocht. dat ga je ook niet meer vinden. Ik heb een vriendin die vond dat al wel heel spannend. Die heeft voor mij nog meegezocht. Maar wat was dat nou dan? Ja, ik was gewoon een dolletje in de auto en is niet goed. Ik heb me daar ook mijn excuus voor aangeboden en weet je, dat soort dingen hoor je niet in de auto te doen. Alleen het was meer een grapje. Wat je in de auto doet, misschien niet met een camera. Misschien met een camera erbij, alleen mensen die mij kennen weten dat het ook niet echt een actie voor mij was. En ja, ik ben ervoor door het stof gegaan en ja, iedereen maakt wel eens een fout. Ja, nu heb ik wel iets vernomen, hè? Er is nog iets wat jij buiten het voetbal graag doet. Ik ben een hele sportieve jongen. Ja, daar denken mensen ook anders over. Wat denken? Oh ja, dat je altijd aan de bal zit, ja, hè? En lekker aan het eten bent. Ja, ja. Toen speelde ik in België en toen was ik nog helemaal niet met het vloggen bezig. En wij hadden 6 dagen vrij met kerst en oud en nieuw. En toen zijn we naar Curaçao gevlogen. En op Curaçao at ik een patatje en dronk een Red Bull, geloof ik. En, dat is dan ophef? Toen kwam ik terug in België. En toen hadden ze blijkbaar in België ook uitgevonden. Want toen ging ik net 3 weekjes, was ik een beetje met Monica aan de flow. Ja. En toen had ze dat gefilmd en stond het in de grote krant in België. Dus toen kwam ik terug van vakantie. Dat was jouw binnenkomen, zeg maar. Ja, had ik 6 dagen vakantie gehad. En ik kom daaraan. En ik zie in de trainingskamer, in België moet je daar naar binnen lopen en iedereen een hand geven. Dus ik zie iedereen achter 1 computer staan. En ik denk, wat zijn die nou aan het doen, joh? Ja. En ik hoor mijn eigen stem in één keer voorbij komen. Zaten ze die vlog terug te kijken, waarin ik inderdaad een Red Bull en een patatje aan het eten was. Op vakantie, 6 dagen met kerst en oud en nieuw. Maar je bokst graag. Ja. Hè? En ik dacht, kunnen we het even proberen? Ja, we kunnen erheen. Maar ik vrees wel... Ik weet niet of dat mag verspatten, maar ik denk als je tegen mij moet, dat je misschien wel 2 weken uit de relatie bent. Oh. Ronnie Flex liefhebben. Ja, dit is Frenna. En dus hier kom je regelmatig? Dit is de gym waar ik altijd train, ja. Helaas, je staat nog niet op die posters. Dat is toch een beetje het uithangbord dat je wil als boksschool. Ja, maar deze jongen is Europees kampioen. Oh, ik heb er ook geen race bestaan van, blijkt alweer. Dus die heeft een aardige naam opgebouwd. Hij Europees kampioen, jij de keukenkampioen. Ja. Dat moet het worden, althans. Zou mooi zijn. Heb je wel eens gebokst? Ja, 1 keer tegen Peter Aerts. Oké. Okay. Die heb ik verslagen. Ja, dat is aardig. Ja, ja. Nou, toe dan. Doe dan! Bam. Ja, nee, daarom is het voor jou ook niks te veel. Dus een appeltje, eitje. Maar ik hoop, je krijgt geen ruzie met Vrees, toch? Als ik je straks... Weet je niet, wil je ruzie met hem?
Nee, hij ziet er al wel uit als een sterke vent, hè? Hij is volgens mij best sterk, ja. Ja, nee, vroeger als ze spelen was het volgens mij ook wel een harde. Hey. Best een harde speler, ja. Ik heb nooit beelden gezien, maar... Feyenoord wil hem, hè, schijnt. Ja? Denk je dat hij jou daar meeneemt? Hoop het wel. Als die slim is. Als die slim is. Als derde spits. We beginnen met de ster dan. Wat zeg je? Beginnen we met die ster dan. Ik krijg water in de oren ervan. Godverdomme. Ik heb nooit zo'n lelijke vent gezien. Oh, wat is hij? Maakt hij makkelijke grapjes, hè? Ben je er klaar voor? Ik pas hier al een stuk makkelijker door dan jou. Het ziet er al overtuigender uit. Krijgen we het publiek? Wil je dat? Nee, ik denk niet dat jij dat wil. Ik kan dat niet iets harder, jongen. Kun je echt niet meer dan dat? Kun je echt niet meer dan dat? Dat is wel echt de keukenkant, wat ik nu zie. Hè? Ja, krijg je nog lucht? Dat is heel erg de visie, hè? Huh? Ja, hou ik nog lucht. Ja, ja, ik hou nog lucht. Nog goed. Ik heb de bunk warm gedraaid. Ja? Ja. Kun jij nog? Krijg je 8 tellen. Ik ben... Ja. Was er geen warming-up? Oké, komt. Ben je er nog? Komt-ie, ik ben er nog. Ja? Oh ja, ik geef op. Je moet je rechterlever moet je meer dekken. Hij zit er 3 keer op. Ik heb genoeg gezien, Lars. Een droge bek ook. Hey Lars, we spreken wat. Kampioenschap? Moet wel, anders met de play-offs voor promotie gaan. Ja, ik heb ook geen woorden meer, bedankt. Je bent bij het aardig. Ik heb nog zoveel vragen.